Zo'n 2 dagen is Feline nu weer terug in Nederland, veilig thuis. Maar wat ze op vakantie heeft meegemaakt, zal ze niet snel vergeten. Ook al begon die wel gewoon zoals een vakantie hoort te zijn. Zullen jullie aan het doen? Kaartje aan het spelen. Ja, dus zat ik gewoon lekker bij het zwembad. Ging mijn moeder met een bal overgooien. En was nog super relaxed. Wel een paar wolken. En dat je ook wel... Je rook een beetje naar de barbecue. Ze zagen dus al een tijdje de bosbranden, maar altijd ver weg. Tot afgelopen weekend. Oh, daar is gewoon het zwembad. Ja, en daarachter zie je dan ineens die enorme rookwolken. Ja, dat zag ik zeg maar steeds dichterbij komen. En dan denk je van, dit gaat denk ik niet goed komen. Plotseling komt het vuur dichtbij. En als er ook stukjes as uit de lucht vallen, gaat in hun hotel het alarm af. Alle gasten worden ineens opgeroepen zo snel mogelijk te vertrekken. Toen moest ik ook even huilen, omdat iedereen was aan het rondrennen en spullen aan het pakken. En een mevrouw die stond in haar bikini. En ik nog denk van, die had geen spullen bij haar, omdat ze die moest achterlaten. En toen dacht ik, ik moet hier weg. Ik wil hier weg, nu. Wat wil je een spelletje doen? Gelukkig hadden Feline's vader en moeder de koffers allemaal al ingepakt. En weten ze daarna met veel geluk snel een taxibusje te vinden. Ja, compleet chaos. Eén was 43 graden. Het was bloedheet. Het was midden op de dag. Je zag taxis voorbij rijden met de open kleppen waar koffers uitstaken. Geen taxi wilde stoppen. Bussen waren vol. Je zag echt paniek bij iedereen. Iedereen wilde iets doen, maar niemand wist wat en hoe. Na uren onderweg weten Feline, haar ouders en zusje de luchthaven te bereiken en vliegen ze terug naar Nederland. Op een gegeven moment zit je dus wel veilig in het vliegtuig. Ja, en dan zit je gewoon lekker zo en denk je, ik ben veilig. Ja, want ik begreep jullie hotel, die is ook deels afgebrand. Ja, dat, als je dan nu hoort en je realiseert dat je daar was geweest, ja. Dat is natuurlijk wel even zwaar om je te realiseren.